Mijn naam is Jordi en leuk dat je kijkt naar Royo Vlogs. Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Ik hoop dat het geluid goed is, want we zitten buiten en achter ons, aan de zijkant van de straat, rijden auto's. Dus we proberen zo luid en duidelijk te praten tegen jullie. Allemaal mensen kijken ook op het balkon, dus best wel awkward. Al die mensen kijken. Maar we gaan vandaag Turkse snoepjes proberen. En ja, u zagen ze al even in beeld. Maar ja, waar wil jij mee beginnen? Met die. Oké. Sour escarpes. Het zijn een soort van meloensnoepjes of zo. Het zijn allemaal Turkse snoepjes. Wat wil ik doen? Wat wil je doen? Ik vind het wel hard lekker. Oh, zo. Ik ga het proeven. Hier, lekker een beetje raar. Mag ik ook, hè? Is het zuur? Je hoofd betrekt wel. Nee, gewoon mij. Dat lijkt niet echt op een meloen. Het smaakt ook niet naar meloenen. Het is gewoon een aardbeien. Maar er komt wel iets van meloen erin. Waarom niet? Ik moet wel duidelijk praten. Hard. Ik proef het niet. En je neemt er nog één? Oh. En je wil er ook nog één? Ik proef het. Oké. Volgende. Wat voor cijfer geef je deze? Van 1 tot 10. Dat zou wel. Ja, soms van 1 tot 5. Een 7. Een 7. Welke wil je dan? 10. Deze. Mistbol. Met kersjes en frambozes en frambozes. Want er zit zo'n spul in. Er zit zo'n spul in. Even proeven. Oeh, dat is niet. Wow, kijk, er zit een soort van. Een of ander gek spul zit erin. Oh, kijk. Er zit een soort van bloed in of zo, lijkt het wel. Doe je, dan heb ik plastic niet opeten. Ik heb geen prullenbak. Ja. Had ik mijn cijfer of die andere soepjes al gegeven? Nee. Wat zei jij? Een 7. Ik ook 7. Het voelde niet echt naar meloen. Het zag ook niet echt uit als een meloen soepje. Het voelde helemaal niet naar meloen. Nee, ik vond wel een soort van meloen smaak erin zitten. Dat is wel lekker. Nou, het rooi is een beetje smeuig. Hij proeft wel naar kersen en bersen. Een 8. 7,5. Het blijft een beetje in je tong plakken. Ik denk dat het wel goed hoort als het zo gaat. Je hebt wel, denk ik wel. Maar de smaak moet je mooi bij. Dan mag ik kiezen. Negen kat tat. Dit is negen kat tat. Het is een soort van koekrolletje, maar dan met de kokoscreme erin of zo. Oh, dit ziet er mooi uit. Oh, hier ga ik meer van halen. Oh, hier is lekker. Ik ga meer naar huis. Nee. Nog eten. Oh ja, we gaan straks nog eten. Je moet andere smaken, komt wel dit? Ja. Nog niet heel erg lekker. Ja. Dat is heel heftig. Oh, lekker. Wat is dit nu? Deze geef ik een
9. Ja. Wat is dat? Een soort chocoladestokjes. Kan een stokje ook opeten? Biscolate. Chocolade, denk ik. Stik. Chocolade stik. Ja. Buurman. Alsjeblieft. Kan je niet? Nee. Want dan ga ik zwaai. Buur dan, open hier. Allemaal gekke Turkse. Oh, kijk dit dan. Wat ga je eten? Oh. Gekke chocoladestik. Oh, is lekker? Dat is wel lekker. Oh, dat is ook een 9. Ik ga dus een 10. Ik ga deze ook een 9. Ik heb 10. Dat is lekker. Ja. Dan mag ik weer. Gehad. Deze heb ik gehad. Deze. We hadden hem al opengemaakt. Ik wou even kijken hoe die eruit zag. Een soort van koekje. Ook met kokos erop. Kijken hoe dat eruit ziet. Het is gewoon witte chocola wat er omheen zit. Dan 8. Dat is zeker. Ik hou van witte chocola en kook. Dus de combi is al helemaal goed. Maar het is niet heel kokosachtig. Nee, het is niet van kokos. Het is heel stout. Maar er zit even behoorlijk plakken in gehemelte. Heel stout. Dit was meer een koekje in plaats van een... Wat is dat? Een soort skittelachtig iets. Ze heette Creme Mini. Lady Mini. Tropica smaak. Oeh. Hey, we zijn hier ook op Tropica Beach. Een oranje en een roze. Ja, het lijkt inderdaad wel een beetje op een soort van Skittles. Wat dan? Oh, ik kan er nog een twee hoor. Ze proeft wel lekker door Skittles. Ja, niet zo zoet. Die Skittles zijn heel veel zoet en... Plak hij dan aan, als je mond valt, krijg je gewoon piefpijn ervan. Een koppijn. Dat is wel lekker. Ja, dit is wel te doen, ja. Volgende. Rocco. Aardbeien. En nog iets van een soort crème-perling. En we hebben ook een Rocco. Geen eerst met deze, hè? Met citroen en blesjes. Oeh, dat zijn een soort van pilletjes. Alsjeblieft. Dat is een soort van pilletjes. Dat is een soort van pilletjes.
Maar nooit gezien. En er staat een erretje in. Deze moet je kopen als je in Turkije bent. Dat zijn de beste schoentjes. Wat voor cijfer hadden wij eigenlijk een andere gegeven? Voor de koekjes? Ja. En deze. Oh, wat was dit voor cijfer? De koekjes hadden nog daar. Ze zijn beter dan Skittles, ja echt wel. Want ze zijn beter dan Skittles. En dan. En deze? Een 10. Een rode. Een 7. Ja, ik vind die andere dingen toch lekkerder, denk ik. En nu gaan we deze doen. Nou, het ziet er gewoon eruit als die andere. Dit is dat paarse bakje. Deze is lekker. Ja, lekker dan die rode bakje. Ja, deze geef ik een 9. Deze geef ik een 8. Ja, zijn wel lekkere, ja. Dan moet jij even drinken. Oh, weer grap. Niet. Waarom? Kijk, naar buiten toch iets weer naar binnen. Naartoe. Alsjeblieft. En nu gaan we de laatste doen. Oh. Bombastic. Is de bombastic. Het is een bombastic. Kijk, dit is een soort van. Ja, het lijkt een beetje op een snikker, maar voor mij zijn het niet pinda's. Het lijkt ook een beetje op die Lion dingen. Ik neem maar een hapje van, neem jij ook een hapje van. Niks echt genoeg. Nou, dan moet ik wachten. Ja, het is gewoon een Turkse snikker. Maar het proeft wel anders. Nou, een snikker is niet klaar. Het is niet waar. Ja, dat is wel gedoe. Anders dan de Snickers. Het is wel anders dan de Snickers. Heb je het uitzicht al gezien? Moet je kijken. Mooi toch? Wat voor cijfer geef je? Ik geef hem ook een 9. Ja, dan is het goed af. Ik heb een mager ook af. Ja, wil je nog een beetje? Ja. En welk soepje? Lekker? Oh, lekker gemonteerd. Wat voeg je? Dit is mijn favoriet en daar ga ik er ook zeker meer van halen. En deze waren. Ja, hij doet het goed. Deze is niet lekker. Nee. Deze zijn ook lekker. Conclusies, ze zijn allemaal lekker. Ja, die ook. Ah, dat is weer maar weer. Hoeveel die paars? Nou, ook paarse. Ja, dit is bos, dat is paars. Met ananas en
klek. Wat is klek? I don't know. Ik kan klek niet plaatsen, wat het is. Het is toch anders dan het Nederlands, hè? Skittles. Hoeveel anders dan Skittles? Maar ze eten hier niet zoveel snoepjes en alle verpakkingen zijn klein. Ja, dat is zo. Je hebt hooguit allemaal wat kleine 10 verpakkingen. Gram. Hallo. Die mensen zitten zwaaien, ik weet het, kijk zo. Waarom? Dan kunnen ze niet. Hooguit 80 gram over 10 ja, je hebt echt allemaal kleine verpakkingen, dat is best wel raar. Ze eten ze. Ja. En ook als je naar de winkel gaat. Je hebt niet hele grote stelling zoals in Nederland, met allemaal snoepjes. De meeste is chocola. Ja, heel veel chocola. Het zit ook nog wel. De rol daar, jongen. Ja. Maar er is meer chips als je dan snoep. Ja. Maar wel meer chocola, maar dat is dom in een land als de kaart. Hartstikke warm. Chocola smelt je dus je de vingers weg als het hier 23 graden is. Dat is wel gewoon warm. Oké, mensen. Wat zijn we op het plan? Oh, je wilt er nog één. Ik neem ze alleen een lekker koekie. Nee, ik hoef hem niet. Ik neem ze nog even een lekker koekie. Zullen we het outro even doen? Moet je mond vol? Ja, dat moet toch. Dit is echt effie. Als ik eenmaal met snoepjes begin, houdt het niet op. Niet vanzelf. Oké, mensen. Dit was weer de video voor deze week. Vond je deze video ook leuk? Vergeet vooral dan niet te abonneren en een blauw duimpje omhoog doen. En wil je nou ook deze snoepjes? Ga dan naar Turkije. Ja, zo simpel is het. Gewoon even een vliegtuig heen en weer om snoepjes te halen. Dat doen wij ook zo één keer per jaar. Nee, dat doen we niet één keer per jaar. Twee keer per jaar vliegen gewoon weer naar Turkije. Nee, dat is ook niet waar. Grapje. Nee, maar wil je nou deze snoepjes? Ja, dan moet je toch echt zelf naar Turkije, want ik heb ze echt nog nooit in Nederland gezien. Wil je één van deze snoepjes nou winnen? Dat kan niet. Nee, want Effie heet altijd alles zo op. Sorry. Nee, ja, mensen. Dan blijf je er nog steeds op. Dat is geen blaadje. Ja, dat is een blaadje. Doei. Doei. Oké, mensen. Ik check jullie. Laters.